mandaten zoals het monetair beleid, het toezichthouden op het betalingsverkeer en het behoud van de financiële stabiliteit vragen om een centrale bank die te midden staat van een samenleving. Woorden van Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, tijdens een lezing georganiseerd door de Centrale Bank van Suriname. Naar zeggen van Knot is financiële stabiliteit de basis van een samenleving. Dit geeft mensen de mogelijkheid om aan hun toekomst te bouwen, vertrouwen te hebben dat hun geld veilig is, dat ze zonder problemen hun rekeningen kunnen betalen en dat ze krediet kunnen krijgen om een huis te kopen of een bedrijf te starten. Knot gaat verder aan dat er meer gekeken moet worden naar een groene toekomst. Zo publiceerde de Nederlandse Bank eind vorig jaar een gids met best practices. Voorbeelden uit de sector die laten zien hoe je risico's op het gebied van klimaat en biodiversiteit kunt herkennen en beheersen. Deze gids was vooral gericht op verzekeraars en pensioenfondsen en sluit aan bij een eerder soortgelijke gids die de ECB, de Europese Centrale Bank, had uitgegeven voor het toezicht op banken. De volgende stap is integratie. Integratie van klimaat- en milieugerelateerde risico's in ons reguliere, periodieke toezicht. Onze tweede rol, die van economisch adviseur, die komt voort uit en die bestaat bij de gratie van onze kennis en kunde op gegevens en feiten. We zijn immers centrale bankiers, we zijn geen filosofen. Dus voordat wij een probleem willen aanpakken, dan moeten we niet alleen willen weten welke vragen we willen stellen, maar we willen ook vooral het probleem begrijpen. Knot merkte op dat de Suriname contant koning is en het in de praktijk in Nederland juist bijna niet meer voorkomt. Naast SRD's circuleren er ook veel Amerikaanse dollars en euro's. De herkomst van al dat contant geld is moeilijk na te gaan, meent Knot. Dus in zekere zin hebben we in Nederland al een in hoge mate gegiraliseerd en gedigitaliseerd betalingssysteem. Ja, mijn bank zit in mijn binnenzak. Ik doe mijn bankzaken via de app internetbankieren op de telefoon. En dat creëert natuurlijk andersoortige kwetsbaarheden. Hè. Dus iets wat digitaal is, is beter traceerbaar. Dus de witwasrisico's zijn beduidend kleiner. Maar tegelijkertijd opent dat natuurlijk mogelijkheden voor cyberrisico's. Hè. En cybercriminaliteit enzovoort. Ja, dat betekent dat je daar beschermingswallen voor moet bouwen. Dat je niet de illusie moet hebben dat je dit soort aanvallen kunt tegenhouden. Ik denk dat 0% kans dat je gehackt gaat worden, dat ga je nooit bereiken. Maar waar je je systemen wel op moet inrichten, is dat je hem zo snel mogelijk detecteert als er zoiets aan de gang is. Als Suriname achterraakt in de bestrijding van witwassen, is de kans groot dat banken hun correspondentrelaties met Surinaamse tegenpartijen zullen beëindigen. Suriname zou dan geïsoleerd raken in het internationale financiële circuit. En dat zou niet alleen slecht zijn voor de financiële sector, maar voor de Surinaamse economie en samenleving in totaliteit, besluit Knot.